Gelukkig nieuwjaar, jongens! Happy New Year! Hey. Happy New Year! Ja, dit is de eerste video van 2021 natuurlijk. Ja. We hebben een weekje overgeslagen vanwege de toch wel best wel poepje drukte, denk ik. Dat betekent wel dat we wederom, net als een 2 weken geleden, hebben wij 2 video's voor de mensen die we achter elkaar gaan doen. Dus ik denk vandaag en misschien morgen of overmorgen nog eentje. Maar ja, goed, vandaag, ik kan er omheen lullen. We staan in een grote ondergrondse Mindtopiaanse airbase. Een soort vliegveld neem ik aan, zomaar, als hub naar alles toe. Kan in de tapje ook zien in het scorebord dat we momenteel in Mindtopia stad zitten. En daar is dit dus blijkbaar. Je hebt zelf de opdrachtgevers, gouverneur van jongens, ik wil aangesloten zijn op de wereld. Zeker. Ik ben hier zo ontzettend bij betrokken geweest. Dat klopt. Natuurlijk in de titel en de thumbnail is al bekend Dubai. Dus er komt een derde stad, we lang zitten aankondigen. En Dubai, eigenlijk dus zeg maar, ik noem het maar even het nieuwe Malibu. Dat zal ongetwijfeld de derde zone worden, toch? Dubai, ja. Dat gaat wel... Dubai. Ja, ik noem het Dubai. Nee, ik noem Dubai. Het Dubai. Dubai. Zandbak. Oh, ja, wel een zandbak, ja. Hey, en dan gaan we zo meteen dus even een kijkje nemen. Dus voor mensen de allereerste keer om dat allemaal te gaan checken. Misschien nog een beetje voorinformatie. Want we staan hier niet voor iets in Mindtopia. Dat is een rare plek om te starten. Waarom zijn we hier? En wat is Dubai dan uiteindelijk ten opzichte van Hollandia, Mindtopia en Bruxia? Ja, we staan in Mindtopia. Het begin van Mindtopia, de game, is natuurlijk Mindtopia stad. Jullie wisten al lang, Mindtopia stad blijft. En Mindtopia had ook een airport nodig. Nou, dat is... Wat voor iets? Airport. Ik versta hem niet zo goed. Jij wel... Nee, het viel bij mij een beetje weg volgens mij. Een airport, ja. Daarom is er een gekomen in de bergen van Mindtopia, waar we nu recht in staan. Wij zijn al netjes door de douane heen gelopen, waar we gecontroleerd zijn. En hier zie jij achter jou al vliegtuigen klaarstaan naar, ik geef al pas een hele kleine spoiler meteen, alle steden van 4.0. Die staan hier gepresenteerd zometeen. Ja, dat. En zo kan je dus als Mindtopia, kan je naar alle steden toe. En met Mindtopia 4.0 wordt Mindtopia stad eigenlijk het middelpunt van de wereldkaart van de Mindtopia steden. Het wordt zeg maar een beetje de hub. Ja. Het wordt de matrix. Het wordt de crème de la crème. Ja. Het wordt de kers op de... Op de Mindtopia taart. Op de Mindtopia taart. Maar leuk, dus even makkelijk onthouden... Weet je niet waar je naartoe moet, ga naar Mindtopia en daar kun je eigenlijk overal naartoe. Klopt. Nice. Alright. Dan Dubai. 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 Het klinkt net alsof je gewoon Dubai zegt, maar alsof je een beetje dronken bent. jaar of 52, glas Chardonnay erbij. Dubai, ik ga naar Dubai. Maar vertel, want dan gaan we zo even een kijkje nemen. Maar wat is het? Ik zei al, het klinkt duur. Dus klopt het? Is het een van de hogere steden? Ja. Eigenlijk wel. In Mindtopia 4.0 kan je eigenlijk naar elke stad toe. We hebben geen zones meer straks. Je kan overal gewoon rondlopen. Alleen Dubai, zoals je het ook al zegt, is echt een meer elite stad. Echt voor de hogere level speler. Ga je daar lekker je tijd vertoeven. Ja, stel je hebt straks een 500.000 aan bonnetjes en dergelijke. Je hebt het level, je zou er wat kunnen halen, maar misschien dat je beter gewoon echt een insane grachtenpand in Hollandia kan kopen. Kan ook, zeker. Anders heb je zo'n schuurtje in Dubai, zeg maar. Dat wil je ook. Ja, klopt. Oké, wat moeten we nog meer weten voordat we gaan kijken of gaan we kijken? Ik wil kijken. Ik weet niet of Danny nog iets wil zeggen. Ja, nou, voordat we gaan, laten we gewoon meteen met de deur in huis vallen. Oh jee. Ga je dat nu doen? Wil je het aan het eind doen? Met de deur in huis vallen? Nee. Dat is goed. Maar eerst wil ik wel even een klein beetje dat jij herhaalt nog een keer. Ja. Wat jij de afgelopen weken heel erg tegen mij gezegd hebt en gezien hebt. Over de hype, over wat spelers ervan vinden. De vernieuwdheid, de anticipatie. Maar ook het vertrouwen van de community en dat. Je hebt dat zo mooi uitgelegd. Leg het ook even aan de spelers uit voordat je weer iets weg van ze gaat nemen. Of niet. Ik heb nog niks gezegd. Nee. Ja. Mindtopia 4.0 staat natuurlijk helemaal in het teken van... We bestaan 5 jaar, David. Mindtopia is al 5 jaar oud. En wie had dat eigenlijk 5 jaar geleden kunnen denken... dat we hier over 5 jaar nu zouden staan... zo met een mega groot project en een vernieuwing voor de game mode. Ja, eerlijk, ik heb het... Toen we 2 jaar waren, toen zeiden mensen al...
onder andere JP en dergelijke van, ja, maar hoe lang gaat dat nog door? Ik zeg, dit gaat nog 10 jaar door. Ja, dit is een game waar mensen, net als Habbo. Habbo bestaat na 20 jaar nog steeds, maat. Dat heeft nog steeds een draaiende economie. Ja. World of Warcraft heeft nog een draaiende economie. Dus ja, ik had het verwacht. Wie weet hebben we in 2026 wel weer zo'n opname. Leuk, hè? Ja. Dat wij terugkomen in de Mind of the Night 0 video. Ja. Zo'n reunievideo. Ja. Hey, ja. Ja, 5 jaar Mindtopia, dat betekent natuurlijk dat we in 5 jaar tijd heel veel steden hebben zien komen, zien gaan, heel veel huizen hebben gehad op diverse plekken. Maar dat we vooral moeten gaan denken ook aan de toekomst. Mindtopia voor nog een aantal jaar eigenlijk klaarstomen voor de community die zo Mindtopia aan het hart heeft gesloten, voor wie Mindtopia echt een onderdeel is in hun dagelijkse leefritme, in de game, in de PC ingebakken staat. Hey, mijn PC doet niks anders meer dan Minecraft opstarten voor Mindtopia. Daarom is het heel belangrijk om iets nieuws neer te zetten, een goed fundament neer te leggen voor de komende jaren, waar we eigenlijk gewoon aan kunnen blijven werken, kunnen updaten om de game interessanter te blijven maken, maar ook vooral met de tijd mee te laten gaan. Ja, het is nooit zo populair om deze uitspraak te doen, maar ik doe het wel. Mensen zijn altijd een beetje moeilijk en een beetje zoutig als hun iets afgenomen wordt. Hè? Eerlijk gezegd, we hadden Gradle verwacht, maar blijkbaar was Downtown de grootste. Oh, save Downtown. Ja. Nou ja, jongens, Downtown wordt niet gesaved, dat gaat gewoon weg, dat hebben we al bepaald. Zou ook helemaal niet in het plaatje passen. Want precies dat, Downtown is het perfecte voorbeeld, waarbij je zou zeggen, ja, maar er is toch nog ruimte, maar er is geen ruimte die ertoe doet. Rondom het Central Park was alles volgebouwd, maar sommige mensen die hadden al 2 jaar lang dezelfde tower, 2 jaar lang dezelfde inwoners, niemand kwam daar. De mensen die een tower hadden, die gingen hem zeker niet verkopen. Dus hoe kwam je ooit nog, zeg maar, aan Central Park met een groot bedrijf? Nou, niet. En de ruimte eromheen, ja, dat sommigen stonden gewoon 2, 3 jaar. Die hebben eigenlijk altijd leeg gestaan qua plotjes, zeg maar. Dus perfect voorbeeld inderdaad. Dat moet dan weg, om het zo maar even te zeggen. Een hele goede regeling natuurlijk voor spelers geweest daarvoor. En het wordt tijd eigenlijk om een nieuwe stap in te gaan. En met z'n allen Hollandia, Bruxia en nu Dubai te gaan ontdekken. Ja, we gaan wat krimpen natuurlijk qua steden. Is ook wel nodig. Nou, niet nodig, maar we willen juist de spelers wat meer bij elkaar brengen. In plaats van verspreid over heel veel verschillende steden. En we willen maar dat is, we gaan volgende video ongetwijfeld heel veel vragen beantwoorden. Maar het is niet zo dat er minder plots zijn. Hè? Nee, het zijn zeker niet minder plots. En het is ook zeker niet onmogelijk dat er nog een stap bij gaat komen. Maar we willen juist gaan meegroeien met het aantal spelers. In plaats van heel veel steden hebben en spelers dan in elke stad bijna 2 plots te kunnen gaan geven. Want dat is een beetje wel wat er gebeurde natuurlijk de laatste jaren. Ja, daarom. En iedereen vindt Mindtopia stad zo belangrijk. En druk op tab. En er zijn 20 man online. Dus het valt blijkbaar wel mee. Want iedereen kan hier komen, right? Ja, iedereen kan hier komen. Ze lopen allemaal in Gradle. En hetzelfde met de Kaap. Nee, niet de Kaap weg. En dat druk je, dan zie je 15 man online. En je ziet 120 in Gradle. Dus blijkbaar, ik snap het. Historisch gezien, in je hoofd is het heel belangrijk. Maar jullie hebben Heratopia, Cutraxia, Atlanta ook allemaal overleefd. Dus ik denk dit ook wel. Vooral met het niet alleen maar ingooien van een nieuwe map, maar wel echt een heel nieuwe speelervaring. Ja. Ik wil Dubai zien. Nee, ik ben nog niet klaar, David. Jij mag nog iets vertellen. Doe maar even. Kijk, we hebben natuurlijk aangekondigd, Mindtopia en Pretpark, die blijven. Dat was de zekerheid die we in de voorgaande video's hadden gegeven. Pretpark heeft inmiddels ook Unique Island erbij gekregen, dat door spelers echt omarmd wordt van yes, het is terug. Yes. Gradle, Cosmo, Downtown, de Kaap, de City hebben we al van laten weten, jongens. Die gaan hoe dan ook weg. Yep. Er is eigenlijk nog één heel belangrijk groot vraagstuk. Malibu en de Hill. De Hill. En waar gaan ze heen? Wat gebeurt er met... Ik weet het niet, het boeit me niet. Willem, sla op mijn beeld. Tuk. Ja. Goed, nee, maar vertel. Ja, mensen zijn nog heel erg in spanning aan het wachten op het verlossende woord. Blijven we? Of gaan ook die twee steden weg? Yep. En ik wil dat woord eigenlijk overlaten aan de persoon die al het slechte nieuws deze reeks heeft gebracht. Het slechte nieuws, je hebt het al verteld. Malibu en de Hill gaan beide weg, wou je zeggen. Malibu en de Hill, we gaan daar afscheid van nemen. Moet ook. Ik denk dat Malibu is echt 4 jaar oud. Dus dat is ook wel logisch. Dus een paar keer heeft hij een nieuwe omweg gemaakt. Maar dat is net als Downtown echt zo'n stad die helemaal stil is komen te liggen. Hoeveel nieuwe mensen in Malibu komen er nou? En anderzijds, mensen die dat dan hebben. Het gaat natuurlijk om het roze kleurtje en een beetje laten zien wat je hebt. Maar er zijn mensen die zijn al een half jaar niet ingelogd in Malibu. Die daar wel wonen, zeg maar. Nou, dan denk ik van, waarvoor hebben we het? De Hill,
dat is een perfect oud 3.0 stadje, noem ik het maar even. Want de mensen kunnen zeggen wat ze willen, maar de statistieken zeggen van niet. Niemand kwam daar. De enige reden dat mensen in de heel wouden was om een hoger level te kunnen krijgen. De enige reden. Ja. En er zullen vast mensen zijn die daar niet mee eens zijn. Maar dan ben jij, hoor jij specifiek, jij die dat nu mee eens bent, dan ben jij de uitzondering op de regel. En jij bent die 5% die daar was omdat je die stad helemaal geweldig vond. Maar de meeste mensen die zaten er gewoon, ja, om nog maar een plotje te hebben en een villa te kopen waar ze eigenlijk nooit komen, Willem. Klopt. Ja, dat is zo. Ja, ja. Ja, ik heb er niks op te zeggen. Nee. De stad was heel mooi. Malibu ook. Meest mooie huizen. Gaan we zo meteen nog wel even over hebben. Want dit zijn ongetwijfeld twee steden die niet vanaf 4.0 weggaan, maar daarna. Right? Ja, dat telt dezelfde rekening voor als de andere steden. Ja. Ja, nee. Heel erg fijn. Heel erg goed. Gelijk even een vraagje. Want sommige, bijvoorbeeld in Mindtopia stad, waar we nu zijn, zijn bepaalde gebouwen zijn monumentaal. Hè, dus die mogen niet weg of alleen in overleg met de gemeente als mensen een eigen wijkje hebben. Hoe zit dat nu met, en ik hoop niet dat letterlijk half Malibu denkt, ik ga mijn villa verplaatsen. Maar hoe zit dat nu bijvoorbeeld met Maxenel Gamer? Ik noem even wat. Hè? Dat is wel een van de bekendste huizen, of de persoon die witte villa van mij heeft, zeg maar. Ik kan me heel goed voorstellen dat zij zeggen, David, laat dat Dubai nou even zien, want ik wil weten of ik daar mijn huis heen kan brengen. Gaat natuurlijk wel meer kosten dan dat je krijgt op de bon ervoor. Maar stel mensen willen dat, kan dat. Nou, is dat voor Malibu inwoners, Malibu specifiek, is dat, ja, niet is dat mogelijk? De Dubai wordt, of Dubai, wordt dus eigenlijk een vervangende stad voor een beetje toch de heel Malibu gevoel. Met een specifiek gedeelte aan waar echt alleen, zoals we het nu noemen, de Malibu inwoners kunnen wonen. En die zouden er dus voor kunnen kiezen om te zeggen van nou, ik wil eigenlijk gewoon mijn huis meenemen. Ik moet hem laten uitkopen. En ik koop voor de nieuwe waarde mijn huis terug. En misschien wordt hij een beetje gerestyled op jouw verzoek natuurlijk in de trant van de stad. Dat kan ook nog. Maar voor de Malibu-inwoners is er een mogelijkheid om het huis mee te nemen naar Dubai. Maar we hebben gewoon al bijna geen tijd meer, jongen. We zitten nu al gewoon 12 minuten te lullen. Dus dit wordt eigenlijk een video van een half uur. Ik wil Dubai nou eigenlijk ook wel eens een keer gaan zien. Ja, voordat we daarheen gaan, wil ik even één dingetje doen. Jij, Vidia, je bent aan het luisteren. Die gigantische oude villa van mij in Greydale. Ga kijken of je die in Dubai krijgt. Je weet welke ik bedoel. Je kan het. Let's go. Oké, waar gaan we heen, Danny? Laten we bij het begin beginnen. Ik ben in Dubai. Ik ben er al trouwens. Oh, je bent er al? Ik ben er al, ja. Het is natuurlijk nog niet bereikbaar via een portal, omdat andere spelers er ook gewoon zouden kunnen komen. Want ook Dubai staat natuurlijk gewoon al live. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, kom gezellig richting Dubai. Beginnen we lekker op dit punt. Eigenlijk aan de voet van het eiland. Dubai is echt een eiland. En we beginnen natuurlijk bij het vliegveld, wat geen enkele stad zonder kan, omdat we dus alles dadelijk wel vliegend gaan doen. Mocht je later door het vliegveld heen willen lopen, mag dat natuurlijk. Maar ik denk dat het leuker is om dadelijk de brug over te gaan en ook echt de stad te gaan bereiken. Ik vind het helemaal goed. Oké, ik ben zelf in Abu Dhabi geweest. Dus ik heb een klein beetje een idee van hoe en wat. Daar had je heel veel van die Pakistaanse wijken. Dat zijn zeg maar, heb je kebabzaakjes, daar heb je flatjes van 4 hoog, maar niet heel luxe, zeg maar. En dan zodra je dan 3 blokken verder was, daar had je echt dikke, vette villa's, jongen. Dan had je ook nog een heel groot downtown stukje met echt flats en Burj Khalifa's en hotels van heb ik jou daar van 100 verdiepingen hoog. En dan had je natuurlijk nog het woestijnstukje met dikke palmeilanden en dat soort dingen. Ik ben heel benieuwd wat je ervan gemaakt hebt. Nou, van Dubai. De basis van Dubai is letterlijk het palmeiland. Wij lopen nu eigenlijk een beetje de boomstam van de palmen gaan wij over. Wat? Wacht even, waar zitten we nu dan? We zitten helemaal aan de voet, aan de wortel van de palm. Ja. Oké, ik ben heel benieuwd. Ik zie dat er ook goed rekening gehouden is met auto's in Mindtopia 4.0. Ja, dat zijn lekkere brede straten, jongens. Flink wat parkeerplaatsen. Oh. Welkom in Dubai. We zijn er. Ja. We gaan hier eigenlijk de stad betreden. En we beginnen deze stad eigenlijk wat meer in het economische gedeelte. Wat we hier vinden zijn voornamelijk de winkels.
Nou, natuurlijk moet je niet denken aan de standaard voedselwinkeltjes die hier komen, maar hier nee, komen... Nee, dit is de Master en de Range Rover Parkshop. Ja, dit zijn hele... En hier koop je alleen maar vitamine F. Ja, en bestaat nog niet, maar dat kun je hier kopen, zeg maar. Een juwelier die bijvoorbeeld niet in Hollandia te vinden is. Hier komen wat meer de elitere winkels voor de net iets hogere levels dan de beginnende speler. Want ja, hier kun je helikopter kun je ophalen, zeg maar. Ja, vet hoor, ik hou hiervan. Beter zorgen we ervoor dat hier niet van die snackbarretjes komen en mensen met non-enchanted seizoen 11 kleding of zo die niemand wil. Er zal vast natuurlijk iets van voedsel komen, maar hier zullen wel voornamelijk de wat vermogende winkels komen. De winkels die er ook echt serieus toe doen voor iedereen die interesse heeft in een beetje luxe. Al die ondernemers die nou helemaal zoiets hebben van, oh nee, mijn shit is afgenomen, die beseffen nu, Danny, dat daar kom je Dubai in. Ja. En deze kant op is richting de towers en richting de woningen. De woningen. Ja. Dus iedereen loopt hier doorheen. Iedereen moet door de main street. Jongens, ik weet niet zo heel veel van real estate in Mindtopia Classic af. Hè? Maar ik denk als jij dit prachtige dingetje wil kopen, dit hele pand, kantoortje en deze... Ik denk dat je misschien wel een miljoen mag neerleggen. Dubai is een duur ondernemen, een ondernemingsstad. Ja. Zo, de knetter. Maar zit het dan een klein beetje, want Malibu gaat dus weg, de heel ook. Dat was meestal wel de plek waar je garages kon hebben en partshops en wat uniekere veilingen. Is dit dan ook, zeg maar, Dubai de plek waar mensen de meest out-of-the-box winkels kunnen fixen? Ja, in de heel kwam het winkelen niet echt helaas goed van de grond af. Het ondernemen, nee. Dat is in Dubai wel echt ook een van de dingen die in de stad, zoals je ziet, goed geïntegreerd is. Ja. In deze stad gaat meegedacht worden met spelers die unieke spelersideeën hebben. Maar hier ga je dus ook inderdaad ondernemingen vinden, zoals misschien iets met auto's, met helikopters. Juwelier die niet in een andere stad te vinden is, maar je wel naartoe moet als je zo dadelijk wil trouwen, wat we van James gehoord hebben. En je wil je trouwring bijvoorbeeld kopen, dan moet dat bijvoorbeeld echt in deze stad. Ja, precies. Een wat luxere veiling, dus hier zitten over het algemeen wel de ondernemers met verstand van zaken. Ja, vet hoor. Ik ben ook echt zo benieuwd en ik had het daar toen in met allemaal spelers over. Dat, stel je voor, noemen ze een leuk pandje. Ja, deze. Dat dit zeg maar dan naast de gewone juwelier en dat je hier dan zeg maar echt insane dure kleding kan kopen. Dus... Oké, okay, hear me out. Bedrijfsplan, mensen die luisteren. Wat kost bijvoorbeeld een Diamond Enchanted helm momenteel? Ja, Willem, wat kost die? Ja. Alles wat je nu zegt, DTC-leeg gaat je haten. Maar laten we zeggen dat die 200k kost. Ja, ik wou net hetzelfde zeggen. Ja. En laten we zeggen dat één stukje honeymoon is 60k. Non-enchanted. Ik doe me even wat, Danny. Ik heb geen idee, hè? Maar stel je voor. Kan wel kloppen, ja. Maar wat nou als iemand hier gewoon dit pandje heeft? En in plaats van dat er echt alles tussen zit, hè, van Rusty Emerald en allemaal heel gewilde dingetjes hoor, en Bluestone. Alleen de echt insane zeldzame dingen die normaal gesproken alleen op veilingen komen. Ja. En dat helmpje, die 200k is zeg maar, die hangt hier voor 550. Honeymoon, die normaal 60 is, 150. Dus dat er zeg maar altijd een plek is. Ja, je overpeet wat, maar dat zal sommige mensen aan hun reet hangen waarschijnlijk. Ik denk oprecht dat dat een businessmodel zou kunnen zijn. Nou, zeker kunnen. Gewoon super, super exclusief de Gucci-winkel van kleding, zeg maar. En dan verkopen ze 3 items per week. Dan zijn ze binnen. Ja, klopt. Klopt. Moet alleen zorgen dat er al iemand is. En dat hoop ik echt dat het hier gaat zitten. En vooral niet in Hollandia en Bruxia, eerlijk gezegd. Nou, we lopen, er nog een klein stukje door. Want we lopen nu eigenlijk richting het einde van de winkelstraat. Wat een pand hier ook, joh. Ja, er staan hele vette panden bij waar je echt van alles mee kunt. En ja, je ziet het al een beetje aankomen natuurlijk, David. Je gaf het al aan. Je bent er geweest en er staan ook immens hoge gebouwen. Ja, de Burj Khalifa. Ja, hij is de Burj. Wow, wat zijn die towers, joh? Kun je daar wonen? Hier zullen ze dadelijk, op sommige plekken zal misschien een penthouse komen. Maar je zou hier bijvoorbeeld ook aan kunnen denken. Dan moet je niet aan het hele gebouw denken. Is dat hier een hele exclusieve veiling in komt. Of een heel uniek spelersidee. Er zullen zeker wat penthouses in komen. De liften moeten nog geplaatst worden door het bedrijf. Nee, dat snap ik hoor. Ik ga even kijken. Oh, dat zijn maar ook verdiepingen, jongen. Oké, okay, fuck het hele penthouse. Ik pak deze. Zo, maar dit is even groot en spacious. Ja, dit zijn mooie oppervlaktes om te wonen. Lekker hoog ook, met veel uitzicht aan alle kanten de stad op.
mooi uitzicht op die enorme winkelstraat. Waarbij ik toch wel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... dikke 25, 30 winkels staan. Love it. Okay. Ja, dit is eigenlijk wel een beetje het middenpunt van de stad. Het hoge gebied natuurlijk. En onmiskenbaar in welk gebied je ook loopt. En je hebt een beetje goede render distance. Dan zie je dit gebouw zelfs in Bruxia natuurlijk met het Atomium. Ja, dat kun je van heinde en ver kun je dat natuurlijk blijven zien. En goed oriëntatiepunt. Oké, okay, waar gaan we dan naar? Nou, ik stel voor, ga heel even de lucht in. Want we hebben hier natuurlijk ook een levensgrote haven aan twee kanten liggen. Ook de mensen die hier luxe met een boot willen liggen. Ja, dat snap ik. Heel veel plek is daarvoor. En als we dan door gaan lopen, komen we toch eigenlijk wel al direct in het woongebied. Ja, wait. Ik wil eigenlijk even alles een beetje inladen. Ja. Dat leek me ook wel handig. Dan kan ik misschien een klein beetje... Oh ja, nog meer van die hoge gebouwen. Oh, ik vind die vet hoor. Oh, wait. Het is ook echt gewoon... Die winkelstraat, dat is ook gewoon... Dat is wat je ziet. Ik dacht dat er nog heel veel achter zat. Nee, dat is echt alleen een stam. Het is echt een route naar. Oh, wat grappig. Oké, ik ga het even gauw laten zien aan iedereen. Ja, die... Dus daar begin je... Ah ja, ik vind het vet hoor. Eigenlijk heeft... dikke gebouwen. Eigenlijk heeft Dubai eigenlijk maar één grote Main Street. Ja, dan gaan we dan gewoon even rechtdoor, ja, right? Of we gaan gewoon rechtdoor inderdaad. En dan komen we eigenlijk in het gebied aan wat we nu zullen bestempelen als het heel gebied. Dus je bent nog geen Malibu speler, maar hebt wel een flink bak geld en wil graag wat luxe en wat meer. En dan kom je dus eigenlijk op de Palm eilanden uit, of in ieder geval de palmbladeren, de aftakkingen van de hele grote stam waar we de hele tijd al overheen aan het wandelen zijn. Oh, dat is super cool. Heb je ook echt een hele diversiteit aan woningen. Er liggen natuurlijk al wat standaard woningen om ook te laten zien van dit gaat zo'n beetje wel de stijl worden. Ja. Dus hebben we ongeveer... Is dit een beetje vrijbouw dit? Ja, hè? Deels is vrijbouw, maar natuurlijk wel met een bepaalde richtlijn van blokkeuzes die je door het bouwbedrijf passend bij de stad wel een beetje gegeven wordt. Nee, dat snap ik. Oh, kijk eens jongens. Even een roze wolkenkrabber neerzetten, dat zal niet gaan gebeuren. Ik ga het gelijk vragen. Mag je samenvoegen, twee van die plotjes? In het begin gaan we natuurlijk eerst... We moeten heel wat mensen natuurlijk herbergen. Ja, dat is waar. En het zal in de toekomst misschien best mogelijk zijn, zodra plots helemaal vrijgegeven worden, om hier en daar te gaan samenvoegen. Het is een mogelijkheid, maar het is ook een beetje gemeentebeleid natuurlijk. Eigenlijk het landsbeleid. Die krijgen we ook geen burgemeester op binnen. We krijgen hier een... Sheik. Sheik. Sheik El-Amadi. Dus het ligt een beetje ook aan wat de Sheik wil, laat ik het zo noemen. Ja. Heeft hij ook doodstraffen? Oh, nee, maar er zijn hier wel... Doen ze nog wel in sommige landen. Ja, dat is hier natuurlijk... Volgens mij ook in Abu Dhabi, als je iemand vermoord, heb je voor mij echt een doodstraf. Ja. Grap. Ja, volgens mij nog wel. We hebben wel een ander wetboek natuurlijk. We hebben het eerder inderdaad over dat wetboek gehad. Ik bedoel, in Nederland wordt wiet gelegaliseerd en gedoogd. Nou, hier op één stukje wiet kun je al een week celstraf krijgen. Ja, moet je gewoon echt niet doen. Betekent wel, het risico natuurlijk, high payoff. Het zal hier waarschijnlijk ook weer geld opleveren. Ja. Hey, en mogen ze dan bijvoorbeeld, stel je voor, ik heb deze prachtige hacienda. Mooie Spaanse stijl, love it. Valt er nog iets te regelen dat je hier een bootje / tijgertje mag doen? Geen speedboot, maar wel echt gewoon een waterscooter met een visvijver. Ik kan nu kan ja of nee zeggen, maar dat is iets wat vooral aan James is. Ik kan me eigenlijk voorstellen dat James zegt van nou, voor alle heel inwoners, of in ieder geval Dubai-inwoners in het heel gebied, zoals we het nu even noemen voor het gemak, die een boot willen, hebben we een levensgrote haven neergelegd. Dus leg het liever bij de haven neer. Maar het zou niet... Ja, maar ik zei het verkeerd. Ik bedoel echt gewoon dat je hier zeg maar tot en met hier of zo gewoon zo'n infinity pool maakt, weet je wel. Een zwembadje, stijgertje erbij. Hoeft niet eens een echte boot. Dat soort hele kleine uitbreidingen zullen zeker mogelijk zijn. Ja, yeah boy. Wou ik even horen. Dank je. Ja, Oké, en dan gaan we verder. Worden de huizen hier nog groter of ligt aan mij? Sommige huizen inderdaad. Je komt hier bijvoorbeeld op het laatste plat aan. Waar inderdaad de plots dan weer net iets groter worden. En de stijl ook, zoals je ziet, weer wat groter wordt. Mm-hmm. Dan hebben we eigenlijk alle bladeren gehad. Zoals ik het even noem. En hier hebben we dan het laatste. Komen hier in het hoekje aan staatsbedrijven. Dus wil je naar de gemeente en je komt bij het vliegveld binnen, zul je ook echt door die hele winkelstraat heen moeten. Wil je moeten kijken naar al die mooie huizen. En hier heb je dus de inkoop, een bouwbedrijf, gemeente en politie ook allemaal bij elkaar liggen. Liggen wat hoger op het eiland. Die stijl vind ik echt vet, man. Het is echt nieuw, het is anders. Het is luxe ook vooral. Je ziet ook heel veel nieuwe bouwblokken hier gebruikt. Bijvoorbeeld hier dat blok met dat gouden randje, kwarts met een gouden rand. Dat geeft zoveel detail aan een gebouw.
Hey, wat is de I? Dat is inkoop. De I van inkoop. Oh, jij mag die insane. Oh. Ja, ja en dat, ook voor de mensen die zeggen dat afvragen. Ja, er komen dus 3 inkopen in plaats van nu 2. Ja, en je zou dus technisch gezien, als je de juiste credentials hebt, zou je hier inkopen kunnen doen. Je reist even naar Dubai om toffe shit te halen. Ja. Maar dan kun je misschien wel een week wachten op je container je laat in Brussel. Inderdaad, overshippen naar Brussel of naar Hollandia. Ja. Of naar Mytopia natuurlijk, is ook mogelijk. Ja, Mytopia zal waarschijnlijk het minst lang duren, want dat is het middenpunt, zoals we al zeiden. Dus, ja, maar dan stel je voor, je hebt eten, dat is 2 weken houdbaar. Ja. Doe maar even wat. Zijn die containers gekoeld? We leveren het gekoeld natuurlijk. Oh, ja, nee, dat is wel. Als zit je echt zit je te wachten. Laten we hem heel eventjes doorlopen. Dan komen we bij eigenlijk de laatste brug uit. Ja. En dan komen we dus eigenlijk in het gebied wat we nu zullen bestempelen als Malibu. Dit is de ring die loopt om het hele eiland heen. En als je die ring helemaal volgt, dan kom je weer in het midden van de winkelstraat uit. Dus een grote ring om het Palmeiland heen. Het is ook echt het Palmeiland. Oh, dit is huge. Hey. Hier kun je dus zelf eigenlijk als de rich en famous je eigen plot laten maken. Je kunt hier dus zelf zeggen van. En inderdaad, zolang je niet de hoe noem je dat, het Palmeiland te veel gaat aantasten. Je kan hier overhangen over het water. We hebben hier een complete oceaan, right? Ja, dat is een complete oceaan. Ja, precies. Ja, een eilandje opspuiten, bootje plaatsen. Oké, dat is veel fijner. Dus dit is echt een visite voor de rich and famous. Ja, het ziet er zo sad uit, nou het zo leeg ja, is. Ja, klopt. Maar je kunt. Oh, zo! En dan komen we weer bij het vliegveld. Ja, je komt gewoon weer in het middenpunt. Wait van a minute. Ja. Danny, te pay is. Als je dus zeg maar hier bent. Huh? En je weet gewoon dat je in Malibu zit, hoef je dus niet helemaal. Je kan die hele Burj Khalifa overslaan. Ja. Je pakt de auto. Precies. En je gaat meteen rechts de ring op. Je bent er. Oh. Ja, meteen inderdaad. Wat een coole stad dit qua ontwerp. Holy shit. Ja, leuk hè? Het is weer zo stad, anders als dat we hebben gehad. Ja. Die voor de Malibu inwoners, die kunnen dus hier hun eigen plot laten samenstellen. Die kunnen dus gewoon in overleg met de sheik bepalen van, nou, ik wil graag een plot van 40 diep en 60 breed bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat plot wordt dus voor jou aangemaakt, berekend. Dus geen enkel plot kost hetzelfde. Het is allemaal custom-made. En vanuit daar kun je dus inderdaad zeggen van, nou, ik wil misschien mijn Malibu huis over laten zetten. Of ik wil toch iets totaal nieuws laten halen. Want je zou hier bijvoorbeeld een heel kwarts kasteel of het kasteel van een sheik kunnen bouwen bijvoorbeeld op de ring. Ja joh. Dus het nieuwe Malibu gebied noemen we dit dan ook. De ring van Dubai. Ik vind hem echt heel erg vet. Ik had al begrepen dat we dit gingen doen. Ik had het nog niet helemaal afgezien qua ring en dergelijke. Ik zie dat we her en der nog een paar gebouwtjes en winkeltjes misschien wat inrichting moeten doen. Aan de andere kant, dat is natuurlijk ook als je de winkel hebt, dan kun je deze helemaal zelf inrichten. Ja, ik vind de stad echt insane vet, Danny. Er is een vraag die ik heb en ik denk een aantal andere mensen ook. Ja. We hebben natuurlijk met het level systeem hebben we al redelijk wat dingen uitgelegd. We hebben al wat uitgelegd over zones. Dat je kan hier dus gewoon heen komen, maar hè. Oké, hoe gaan we dat doen? Welke kleur heeft Hollandia? Oranje. Dat is oranje. Welke kleur heeft Bruxia? Prismrood. Prismrood. En dit is dan zeg maar, ik noem het maar even paars van Hollandia / de heel paars, ja. Right? Ja. Wat gebeurt er met de andere kleuren? Waar is dat voor? Of is dat iets voor een andere video wat jij... ik ga niks zeggen wat, anders spoil ik te veel. Maar wordt dat nog mogelijk? Want dat betekent dat iedereen straks zeg maar 3 kleuren gaat hebben. Ja, 4 met grijs erbij. Ja, 5 met de ring erbij, want die krijgt wel gewoon zijn Malibu roze terug. En Mytopia. Dat was mijn vraag. Ja, heb je groen Mytopia, maar dan dat zijn 6 kleuren. Ja. Dat is niks, Willem. Is minder dan vroeger. We hebben er nog... zeker. Maar Cosmo Blauw is gewoon volledig weg. In Mytopia is een Cosmo Blauw bijvoorbeeld mogelijk. Ik bedoel, Cascomp heeft op Silverstone donkerblauw zitten. Het oude gebied in Greydale was dat, als ik het heel goed heb. Ja. En dus zeg jij nou van ik wil donkerblauw of toch Cosmo Blauw, dan zou je ook bijvoorbeeld jezelf kunnen laten inschrijven in de stad van Cascomp of van Oso Selmo of van iemand. Interesting. Dus uiteindelijk worden straks mensen met... ik noem even Atlanta Geel of inderdaad Cosmo Blauw, die worden echt heel zeldzaam. Ja. Ah, nog belangrijker om naar Mytopia te komen dus. Ah, reclame voor mijn stadje.
Ik vind het vet, Danny. Ik denk dat we hier echt nog wel een keer naar een video terug gaan. Zeker. Misschien als afsluiting vind ik wel een leuke. Natuurlijk Malibu, de heel gaan weg. Voor wie is dit nou bij launch? Voor wie is dit? Wie verwacht jij dat hier gaan komen? Wie hoop je dat die gaan ondernemen? En wie denk jij dat hier zouden moeten wonen? Want iedereen denkt, oké, dit is de hoge stad, dan wil ik daarheen. Maar is dat wel zo? Want kan ik een hele kleine spoiler overgeven? De Malibu-ring is eigenlijk al vanaf het begin beschikbaar voor de actieve Malibu-ondernemer, inwoner. Dus actieve? De actieve. Dan heb ik het niet over mensen die al, ik bedoel, met alle respect voor Neutje, die 6-7 maanden niet online geweest zijn. Maar denk daarbij Max aan het verdwenen en dat soort en een aarde, die mogen daar, die zijn direct op die ring welkom. Het gebied waar we nu lopen, zullen we in het begin op een wat lagere inschrijfeis zetten, om ook een aantal op de heelspelers, de actieve heelspelers, die dus staat ik wat hoger, ik noem het nog heel even level, maar het gaat zal ik anders heten, hebben die hier al kunnen huisvestigen. Maar dit gebied zal in het komende half jaar heel licht gaan stijgen in inschrijfeis. Ja, dus precies. De wat gevorderde speler zal eigenlijk vrijwel direct het Palmeiland kunnen betreden om daar te kunnen gaan wonen. Ja, en de ondernemers hier, dat zijn gewoon de mensen die ook daadwerkelijk in hogere steden ondernomen hebben. Ja. En niet de stinkerts vanuit Gredeel die al 1,5 jaar niet van een plekje af willen in de hoofdstraat. Nee, mensen moeten zal ik ook echt bewust gaan kiezen van ga ik voor uniek en duur en ga ik hier zitten met iets heel unieks? Ja, of wil ik gewoon weer een viskraam hebben ergens in de straat van Hollandia? Mensen moeten daar gewoon echt over nadenken. Dus de verdweners en de DTC-lees, de ondernemers, de poezenfamilie, de aardes, die moeten gaan nadenken. Precies, die hebben hier zo wat inderdaad. Dus voornamelijk Dubai, hoogste stad, puur omdat wij het zeggen. De dure prijzen, mooie indeling, meeste mogelijkheden qua ondernemen en vrijbouw. Nou, zelfs roze chatkleur als je uiteindelijk in de buitenring weet te komen. En ik denk een hele mooie aanvulling ook op Hollandia, Bruxia en natuurlijk Mindtopia die we hebben. Ja. Ja. We hebben nog wel één leuk nieuwtje wat we niet eerder verteld hebben, maar het gaat over jouw stad Mindtopia. Dat is dat de mensen die een creditcard hebben en in jouw stad een eigen gebied hebben, die mogen zelfs hun creditcard te goed gebruiken om hun eigen stad in Mindtopia te pimpen. Er zijn heel veel vragen over geweest, dat heb ik ook niet eerder bekend. Dus een Ozo Selmer. Nee! Zou kunnen zeggen. Weet je nu wat? Oh my god, heb je enig idee hoe rijk een Kaskomp en zijn maatjes gaat zijn als hij Dade Holland en Martijn en Jetsen en al het grut bij elkaar. Het gaat om de creditcard van de eigenaar van de gouverneur. Het gaat niet om een Dade Holland die een creditcard wil gebruiken op het eiland van Kas. Maar Kas mag wel zijn creditcard gebruiken om zijn eiland dus te ontwikkelen. Ik wou net zeggen, anders ligt dat hele Silverstone er binnen een dag volgens mij. Ja. Nee, maar wel leuk. Op die manier ook voor jongens als Ozo, die kunnen zo dik gaan uitbreiden. Vet hoor. Nou, deze staat dus wel vanaf de launch open voor alle duidelijkheid. Yes. Wat kunnen mensen hier dan doen, zeg maar? Want op dag 1 heb ik zomaar het idee dat heel veel mensen in Hollandia gaan wonen, in Bruxia gaan wonen, ze winkeltjes proberen te krijgen. Dat is hier toch wel wat anders. Dus wat verwacht jij hier de eerste 2 weken? Wat ik hier de eerste 2 weken verwacht, is eigenlijk de Malibu-inwoners van nu. Zeggen van, hé jongens, ik wil toch eigenlijk wel direct naar de top toe en ik wil hier lekker gaan wonen. En ik verwacht de eerste 2 weken eigenlijk de gevorderde speler met hele unieke ondernemingsplannen. Dus inderdaad gaan kijken van, oké, hier moet dus een juwelier komen. Dat zie ik nu al, dit wordt een juwelier. Maar ik heb misschien wel een heel vet idee. Het idee wat jij bijvoorbeeld met voordraagwaren verdwenen misschien wel mee aankomt. Ik zeg van, ja, ik wil hier de Prada-winkel van Mindtopia starten. Met ja, alles zegt zwaar, zwaar overprijsd, maar gaat maar ergens anders vinden dan. Verwacht zeg maar hier vooral eigenlijk de mensen die uit Malibu komen hier willen gaan wonen. De heelspeler die uniek wil gaan ondernemen eigenlijk. En ik verwacht wat mensen die toch toegelaten worden vanuit de heel die direct zeggen van, nou, geef mij maar zo'n hele mooie zo'n zandkasteel die we net zagen op even die Palmeilanden. Ik wil eigenlijk wel direct naar Dubai toe. Ik snap hem. Laatste vraag, want ik heb hier gewoon het idee, ik weet dat het gaat komen. Ik heb een hele grote haven gezien. Nou, dan heb je in Amsterdam al een beetje plek. Bruxia, not so much volgens mij. Maar stel je voor, je hebt nu in Downtown of in Cosmo heb je een boot. Ja. Mag je die zeg maar met je creditcard
hier plaatsen? Nee, alle boten die dus... het is ook leuk voor een volgende video, want daar komt infra ook nog bij. Alle boten worden ook uitgekocht. Er is geen mogelijkheid om een boot te verplaatsen. Infra komt wel met een totaal nieuw assortiment aan boten. De shipyard. Nice. En er komt ook nog een mogelijkheid voor de mensen met een dikke portemonnee om een boot een beetje custom te maken. Maar ik laat het vooral nog voor Jurgen even om dat verder uit te leggen. Ja. Ja. Yep. Ik vind het lachen. Oh, jongens, ik heb er zin in. Ik zie parkeerplaatsen voor Masters en voor SUV's. Ja. En voor uitgepimpte Canaries en motoren. Oh, ik vind het vet. Heel vet. Ik wil jullie wederom bedanken, heren. En ik wil de kijkers natuurlijk thuis ook bedanken voor het kijken naar een wat langere video. Wij gaan hierna nog even eentje opnemen, zodat jullie er ook twee hebben. Want jullie vorige week natuurlijk eentje gemist hebben. En nou ja, weet je, zonder ook maar een belofte te maken, Danny. Hè? Voor mijn gevoel komen we ook wel lekker in de buurt en gaan we wel ver. Gaan hard nu momenteel. En misschien heeft dat er ook wel een klein beetje mee te maken dat ik zeg, misschien moeten we tempo wat opvoeren en gewoon 2 update video's per week gaan doen. Want volgens mij gaat die lekker zo. Veel te vertellen en we komen steeds dichterbij. Ja. Ja, we komen steeds dichterbij. Ik zou zeggen, like de video jongens, delen met mensen die Minecraft leuk vinden, Mytopia leuk vinden, die Mytopia nu spelen, Mytopia gespeeld hebben. En uiteraard iedereen die Fortnite speelt, want die kan veel beter Mytopia spelen. Ik wil jullie bedanken jongens en heel graag tot de volgende keer. Later.